Ik ga je laten zien hoe je met een kort filmpje of met een plaatje een korte vraag daarbij kunt formuleren voor je leerlingen of studenten. Je gaat naar h5p.org en je logt daarin of je maakt eerst even een account aan. En dan kijk je onder My Account en dan kies je voor Create New Content. Dan kun je hier altijd kiezen voor een hele hoeveelheid aan werkvormen en dergelijke. Maar we gaan nu gewoon even kiezen voor een hele simpele true-false question. Dus die kies ik. Ik ga daar een plaatje bij gebruiken. Dus een simpel plaatje laten zien als voorbeeld. Je kunt natuurlijk zelf nog heel veel andere dingen bedenken. En als titel geef ik hem Klopt dit? Dan kies ik hier bij Media voor een plaatje. Dat had dus ook een YouTube-filmpje kunnen zijn. En bij Add kies ik een plaatje wat ik al eerder heb klaargezet. Ik heb er eentje gekozen waar geen copyright op rust. Heb je wel copyright, dan moet je eventjes hier zorgen dat je de bron en dergelijke vermeldt. Een alternatieve tekst, nou, dat willen ze echt dat je dat even invult. En dat houdt eigenlijk in dat als het plaatje niet geladen kan worden, dat er toch iets staat. Dus bijvoorbeeld, dit plaatje werkt niet. Een hovertekst, die kun je hebben als je ergens overheen hovert. Dus in dit geval zie je dan Change File bijvoorbeeld staan. Kies ik niet voor en die hoeft ook niet. De vraag die ik stel gaat over dat plaatje wat boven staat. Dus ik zou kunnen vragen, heeft die man een blauw pak aan? En dan wordt het antwoord natuurlijk wel of niet, dat het wel of niet juist is. Hier kun je ook nog van alles aan de tekst editen. Hè? Dus je kan zeggen, nou dat moet wat vetter bijvoorbeeld. En ik wil dat wat in het midden komt te staan. Dan is het antwoord is true. Hè? Dus wat is nou het goede antwoord op deze vraag is true. En kan ik hier nog wat aan de settings veranderen. Namelijk mogen ze het nog een keertje proberen als ze het niet begrepen hebben. Willen we ook dat ze, als ze iets niet snappen, dat ze dan kunnen vragen om wat is nou eigenlijk het juiste antwoord. Dan moet je zelf even kijken wat je daar wilt hebben staan. Als ze nou het juiste antwoord kiezen, wil je dan ook dat ze een bijvoorbeeld Nederlands tekstje, of stel dat je Pools of Japans of Chinees geeft, dat je dan zegt, hey, ik ga zorgen dat het hele vraag en antwoord, dat het allemaal in de doeltaal wordt gesteld, dan zou ik dus ook even de feedback kunnen aanpassen. Dus in dit geval, als ze het juiste antwoord kiezen, dan kan ik zeggen, goed gezien. En kiezen het verkeerd, dan zeg ik, kijk nog eens goed. Verder kan ik nog wat dingetjes aanpassen. En dat is vooral interessant, dus als je niet wil dat het er allemaal in het Engels staat. Hier bijvoorbeeld kan ik zeggen, in plaats van true, heet het antwoord klopt. En false kan ik zeggen, klopt niet. Nou, verder kun je nog iets met scores doen. Ik vind check op zich best wel prima, omdat het ook in het Nederlands vrij ingeburgerd is. In plaats van show solution wil ik dan hebben laat het goede antwoord zien. Nou, retry nog een keer. En dan, ik zou hier nog eventjes kunnen zeggen, helaas. Goed. Ja, dus ik pas dan al die tekstjes even aan in de doeltaal waarin ik het graag allemaal wil hebben staan. Ik laat het voor de rest allemaal zo staan zoals het is. Ik zeg save. En nou wil ik eventjes kijken hoe dat nou daadwerkelijk werkt. Dus dan kies ik hier voor view. En dan kan ik dat even uitproberen. Nou, dus hier zie je het plaatje. Of als je voor een video hebt gekozen, zie je de video. En dan is de vraag, heeft de man een blauw pak aan? Nou, dan zou ik ook hier kunnen zeggen, klopt niet. Nou, dan zeg ik check. En dan zie je hier dus het zinnetje, ook wat ik net heb ingegeven. Kijk nog eens goed.
Dan kan de leerling of student hier ook zeggen, nou laat het goede antwoord eens zien. Oh, klopt, was het juiste antwoord. Nou, ik ga het nog een keer proberen, het is nu een beetje flauw, maar jouw vragen zijn wellicht wat ingewikkelder dan deze. Dan kan ik nog een keer proberen, dan zeg ik klopt en check. En dan zegt hij goed gezien. Nou, dit is natuurlijk gewoon een kleine chunk, een klein dingetje met een filmpje en een vraag of met een plaatje en een vraag. Maar het is wel heel leuk natuurlijk om dat in je content te plaatsen. Dus bijvoorbeeld in je elektronische leeromgeving of bij een tekst of een les die je hebt uitgeschreven.